Justitie- en politieminister Kenneth Amoxie die heeft er vandaag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering dan ook een update gegeven van de situatie te Kleine Saramacca in het district Brokopondom. Suriname die is in diepe rouw omdat wij daar een aantal levens hebben te betreuren nadat er een mijnschacht is ingestort en er ook nog gewonden zijn gevallen. U hoort justitie- en politieminister Kenneth Amoxie. Er is bijna mot tussen Venezuela en Guyana op dit moment. En Suriname kan daarin meegetrokken worden. De hele internationale gemeenschap kijkt daarnaar. Wat kunt u ons daarover vertellen? Laat mij aangeven, het is natuurlijk een regeringsaangelegenheid. Maar ik denk niet dat ik de minister ben om daarover te praten. Wat ik wel kan aangeven, ik was laatst op een CARICOM Conclave vergadering. Dat is een vergadering voor de minister van Nationale Veiligheid. En daar heeft de minister van, Home Affairs van Guyana wel een statement gemaakt over de situatie tussen de grens en hij heeft ook aangegeven welke stappen Guyana heeft genomen om de situatie aan te pakken. Maar nogmaals, ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken, van Bibes, en de president hierover een uitspraak kunnen doen. Oké, dank u wel. Ja, minister, kunt u ons een laatste update geven over Kleine Saramacca? Laat me aangeven dat gisteren hebben we als clusterminister, u weet, minister van Justitie zit er in, Defensie, NH, ROS, hebben we samen met, u weet ook, dat er een Franse delegatie hier is om ons te ondersteunen in de search and rescue activiteiten die we ontplooien. Ook met de voorzitter van de NCCR, kolonel Slijngaard. Hij was ook in die Zoom meeting. En ook met de DC van Brokopondom, meneer Mendelssohn. Hebben we dus een Zoom-meeting gehad. En daar zijn dus updates gegeven over de situatie. U weet ondertussen al dat er 14 lichamen zijn geborgen. Dus straks boven, als ik boven ga straks, hebben we weer een vergadering, eigenlijk een continuering van die Zoom-meeting, welke we gisteren hebben gehad. En daar gaan we dus praten en besluiten nemen. Eventueel zouden we later op de dag een persconferentie kunnen beleggen, zodat wij de gemeenschap kunnen informeren wat er te gebeuren staat. Aan het begin van het interview heb ik verzuimd om ook de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Matawai gemeenschap en de Samaka gemeenschap, om ze te condoleren. Met dit verlies. Ik condoleer heel Suriname met dit verlies. En dat we natuurlijk dit niet hadden voorzien. En dat we ons naar het beste vermogen inzetten om zaken te onderzoeken. En zeker moeten we dit een plek geven. Minister, hoe staat u met de veiligheidssituatie nu in het gebied? Defensie is in het leger, het Korps Politie Suriname is in het gebied, NCCR is in het gebied. Dat zeg ik van, we gaan straks alles bespreken en ik hoop dat, dat we later op de dag met een persconferentie kunnen komen. Ja. Is er al contact? Officieel is het 14, maar natuurlijk er zijn vermoedens dat er nog meer lichamen onder het puin liggen. Maar het is moeilijk om, die activiteiten daar te ontplooien zoals het zou moeten. De grond daar is poreus en er is ook instortingsgevaar. Dus met al deze omstandigheden moet er ook rekening worden gehouden. Maar we gaan het aanpakken. Hoeveel zijn er mogelijk nog? Dus ik wil me niet wagen aan een schatting. Is er al contact, heer minister, met de nabestaanden van de 14 in ieder geval die nu al gebouwd zijn? Er is contact. Gisteren was er ook een vergadering met het traditioneel gezag. Okay. Als ik mij niet vergis, is er ook vanmorgen, heeft de vicepresident een gesprek gehad
met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. Mm-hmm. En dus als ik straks boven ben, mm-hmm. hoor ik meer. Oké, we mogen ervan uitgaan dat u ons dan ook gaat brieven rapporteren, te woord staan, daaromtrent. Ja, dus ik hoop dat we vanmiddag een persconferentie kunnen houden. Dank u vriendelijk. Alsjeblieft. Met betrekking tot, we hebben begrepen dat meneer Eijden opgeroepen is door u als minister. Kunt u ons aangeven wat de reden is dan? U hebt niet goed begrepen. Ik heb meneer Eijden niet opgeroepen. Het is een aangelegenheid van de korpsleiding van het Openbaar Ministerie. Als het Openbaar Ministerie instructies heeft gegeven, kan ik ze niet zeggen dat ze dat niet mogen doen.